Het Korps Brandweer Suriname heeft vanmorgen enkele vakantieorden bezocht om de gasten op het hart te drukken voorzichtig te zijn tijdens deze droge periode. Dit is een veiligheidsmaatregel die het Korps uitvoert in verband met de grote droge tijd. Volgens brandweervoorlichter Anthony Grootvaam is het Korps de vorige in verschillende woonwijken. Volgens brandweervoorlichter Anthony Grootvaam is het korps er vorige week gestart met het geven van voorlichting in verschillende woonwijken. En nu doet de brandweer de vakantieorden aan. De eerste stop was bij Overbridge. De brandweer is komen kijken als de gasten de brandveiligheid in acht nemen, zegt Grootvaam. Soms zijn die mensen ontweten en ze weten niet met dat stukje om te gaan. En uh, ze gaan gewoon onder die tentjes barbecuen waardoor die pina zo in de fik kunnen gaan. Nou, het is altijd goed als een uh, vakantieoord dat je voorbereiding treft met je CO2 blusser of enige andere kleine blusmiddelen die jouw werk, dat je brand kan voorkomen. En uh, wij eisen van die mensen dat ze hun eigen veiligheid in handen hebben. Die mensen die naar die vakantieoord komen, dat ze tenminste een emmer water naast zich doen of hun eigen uh, CO2 blusser meenemen. Dat is het beste. De brandweer heeft tot nu toe geen enkele calamiteiten meegemaakt op de vakantieorden, zegt Grootvaam. De meeste calamiteiten hebben zich in de woonwijken voorgedaan, geeft de brandvoorlichter aan. En we hebben vaker mensen gezien die vuil branden, net naast hun woning. Dat kan heel erg gevaarlijk zijn. Want de brandweer waarschuwt de mensen met stukjes die wij noemen vliegvuur, die sowieso tegen je gordijn aan kunnen gaan of op je plafond kunnen gaan zitten. Die leiden tot een woningbrand. Weliswaar hebben we elke dag weer nog, nog steeds een vuilverbranding of een kleine bosbrandjes die veroorzaakt worden door mensen. En worden de mensen ter plekke wel aangesproken? Of zijn het buren die de brandweer hebben gebeld, want de mensen branden vuil? In de meeste gevallen zijn het buren die er last van hebben. Die tegen vuilverbranding zijn, die, de, die contact opnemen met de brandweer. Dan moet de brandweer natuurlijk optreden. Wij van de voorlichtingsdienst hebben de mensen ook hitte dat soms kunnen aantreffen die vuilverbranding doen. En uh, we maken het. En de meeste gevallen zelf uit, of we vragen de mensen om het zelf uit te doen. Tot zover: brandweervoorlichter Anthony Grootvaam. Hij sprak over de veiligheidscontrole die de brandweer uitvoert op de vakantieoorden en in enkele woonwijken. Behalve Overbridge zijn ook Stong Eiland en Blakawatra gecontroleerd.